dat heeft het communicatief eigenlijk wel een, ja, eigenlijk een wedstrijd die we niet konden winnen gemaakt. Ja, in verschillende steden gold gisteravond en vannacht een vuurwerkverbod, zoals dus ook in Apeldoorn en Nijmegen. De bedoeling was de jaarlijkse overlast door vuurwerk terug te dringen. Maar dat werkte niet overal zo uit. In Nijmegen zat onze verslaggever Karel de Jong. Karel, kunnen we van een mislukking spreken? Ja, dat denk ik toch wel, ja. Als je kijkt naar Apeldoorn, dan zegt de burgemeester Ton Heerts daar al van, ja, er is afgelopen nacht weer heel veel vuurwerk de lucht ingegaan. Hij nuanceert het wel. Hij zegt, ja, we hadden ook niet de illusie dat het ineens rustig zou zijn op 31 december. Want het veranderen van traditie kost kennelijk tijd. Nou ja, rustig was het allerminst in Apeldoorn. De brandweer moest maar liefst 24 keer uitrukken. En ook hier in Nijmegen, mijn eigen stad, was het afgelopen nacht allerminst rustig. Hier geldt sinds 2020 een vuurwerkverbod. Dit was het eerste jaar dat je het wel weer mocht kopen, maar het mocht niet afgestoken worden. Nou, als ik afgelopen nacht zo eens keek, dan hield eigenlijk niemand zich aan het vuurwerkverbod. Burgemeester Bruls die zegt wel, ja, je hebt wel een aantal jaren nodig om te kijken of zo'n vuurwerkverbod zijn vruchten afwerpt. Het is altijd een meerjarenproject geweest. Je krijgt niet in één keer iedereen in de goede richting. Ik denk overigens dat deze keer ons wel part heeft gespeeld. Er waren natuurlijk een aantal gemeenten in Gelderland, maar 3. En de meerderheid in het hele land en ook de provincie die niet meedeed aan het vuurwerkverbod. Dat heeft het communicatief eigenlijk wel een, ja, eigenlijk een wedstrijd die we niet konden winnen gemaakt. Nou, Karel, het verbod ging niet alleen over overlast. Ja. Het ging ook over dat de minder slachtoffers moesten vallen en de druk op het ziekenhuis zou afnemen. Ja, dat klopt. En we hebben vandaag dan ook een rondje gebeld met de Gelderse ziekenhuizen. En dan blijkt dat er weliswaar ook vuurwerkslachtoffers zijn binnengebracht. Maar toch ook minstens zoveel slachtoffers als gevolg van alcoholmisbruik. Mensen die bijvoorbeeld hard gevallen zijn. En ja, er zijn dan ook zorgverleners die zeggen, ja, dan zou je dus eigenlijk net zo goed kunnen pleiten voor een alcoholverbod. Het vuurwerkverbod zelf heeft ook een hele harde reden gehad om het zeker vorig jaar te doen. Daar is nu heel veel over te doen om vele redenen. Ik denk ook zeker dat het een stuk meespeelt in wat je kan wegvangen wat op spoedeisende hulp komt. Maar wat ik doorgaans merk wat we hebben is met name alcoholgerelateerde dingen. En dat legt vaak een grotere druk op de spoed dan dat we in het vuurwerk zien. Dat heb ik zelf ook al eens jaren geleden gezegd. Alleen dat is zo vergaand, dat krijgen we er echt helemaal niet doorheen. Maar hij heeft volkomen gelijk. Maar ja, een alcoholverbod en oud op nieuw, ik ken wel mijn beperkingen. Ja, burgemeester Bruls die zegt het is al een alcoholverbod, dat krijg je er niet doorheen. Maar als het aan burgemeester Bruls ligt, dan wordt dat vuurwerkverbod in elk geval gehandhaafd, zo niet uitgebreid.